Dames en heren, welkom bij de 8e editie van Klassiek op het Amstelveld, het Open Podium. Ik ben Jacques Riebeek, zoals u weet, uw presentator. En hier heb ik bij me Tatjana Tjeftjoek, artistiek directeur van Klassiek op het Amstelveld. Lieve mensen, lieve artiesten, van harte welkom op onze 8e editie, bijzondere editie van Klassiek op het Amstelveld, Open Podium. Normaal gesproken staan er op dit plein 2000 stoelen. Is er daar een heel groot podium opgebouwd? Er staat daar een prachtige vleugel. Andere jaren is het plein prachtig versierd. Zijn er overal kraampjes, zijn de bomen behangen met bloemen en zijn de kinderen zich nu aan het voorbereiden in de backstage. Of in de Amstelkerk. Is het andere jaren een bedrijvigheid van belang met alle artiesten die zich voorbereiden voor een optreden met hun orkest en aan het repeteren zijn. En nu is het plein helemaal leeg. Maar wij gaan door, juist nu, in deze stille tijden. Het is zo belangrijk dat onze muzici worden gehoord en gezien. Dat zij zich verbonden voelen met het publiek. Wij moeten elkaar steunen en wij moeten voor elkaar zijn. Voor deze editie speciaal hebben wij bedacht dat kinderen vanuit hun huis mogen filmen hun optredens, hun muzikale verhalen. En wij zullen die aan jullie presenteren. En voor ons publiek, dus uniek mogelijkheid te kijken in hun creatieve keuken. Waar gebeuren al die wonderen? Het is wel anders, maar de liefde zou spatteren. Jullie zullen voelen hoeveel die kinderen hebben te zeggen. Hoe erg zij hebben ons publiek gemist. Ik nodig jullie van harte voor deze bijzondere editie van Klassiek op het Amstelveld, Open Podium. Geniet ervan. Weet u nog? September was het. We kwamen samen op het Amstelveld om ons talent met u te delen. Ja, dat waren nog eens tijden. We mochten gewoon dicht bij elkaar zitten, samen muziek maken. Het was één groot feest. Maar nu? Nu is alles onzeker. Of toch niet? Nee, wij laten ons niet tegenhouden. Want wij zijn de kunstenaars, de componisten en de muzici van vandaag en van morgen. Wij zijn het die de klassieke muziek omarmen, vertolken, bewerken. En wij zijn het die deze gaan doorgeven aan volgende generaties. Want wij zijn de toekomst. En dan is het nu tijd voor onze eerste jonge artiest, Maxi Smit. Voor de mensen die het festival eerder hebben bezocht, is Maxi geen onbekende. 4 jaar geleden deed Maxi namelijk al eerder mee. En toen was hij net 6 geworden. Hij speelde toen pas 1 jaar piano en hij was heel nerveus. Hij kwam aan mijn hand het podium op. Hij was toen nog maar zo klein en hij moest nog spelen met pedaalverhoging. Maar Maxi pakte het publiek volledig in met zijn prachtige optreden. En vandaag gaat hij weer voor ons spelen. Max is net 10 geworden, maar hij is nu al aangenomen bij Zwelling Academie, bij het Conservatorium van Amsterdam. Wij wensen Max heel veel succes in zijn muzikale ontwikkelingen en wij gaan nu genieten van zijn optreden in de Bethlehemkerk in Amsterdam met 2 prachtige stukken van Bach en Debussy. Heel veel plezier.
Sommige van onze jonge artiesten hebben een introductiefilmpje van zichzelf gemaakt en hebben dat aan ons opgestuurd. En zo ook onze volgende buitenlandse gast, Sophia Dik. Zij woont in Moskou en ze is 11 jaar oud. Sophia vertelt in haar filmpje dat haar pianodocent Tatjana Bagaturova leert haar een belangrijke les om zichzelf te blijven in muziek. Na haar introductiefilmpje gaan wij genieten van Romans van Johannes Brahms en vijfde pianosonate van Wolfgang Amadeus Mozart. Hello, my name is Sophia. I'm 11 years old and I'm from Moscow. I love to play the piano and I've been playing it for 4 years. People often ask me what does music mean to me. Usually it is a huge joy, but sometimes I feel upset when something doesn't work out as needed. In general, music is life as it is for me, with all its ups and downs in all its colorful diversity. And I have a wonderful teacher. She always teaches me the most important thing, to be myself in music.
Dektyriova is geboren in 2013 en dus zij is net zo oud zoals ons festival. Haar ouders zijn professionele muzici en zij houdt enorm van om samen met Groen muziek te maken. Zoe heeft ook een introductiefilmpje van zichzelf gemaakt en daar gaan we nu eerst naar kijken. En daarna gaat ze voor ons spelen met haar ouders van Vivaldi uit het vioolconcert in A mineur, het eerste deel. Veel plezier. Hallo, ik heet Zoe en ik ben 7 jaar. Ik vind het heel leuk om op viool te spelen. En ik vind het heel leuk om met mijn ouders te spelen. Viool is mijn lievelingsinstrument. En ik speel voor jullie concert Vivaldi A minor, eerste deel. Nu is het coronatijd, daarom heb ik voor jullie een video geschreven. Maar ik denk dat volgend jaar het geen meer corona is en dat ik op het festival al kan spelen. Ik denk dat jullie mijn video heel leuk vinden. Thank you.
Onze volgende jonge artiest is Konstantin Yatsenko. Hij is 9 jaar oud en hij is geboren in Odessa, Oekraïne, maar woont sinds zijn derde in Valencia in Spanje. Hij spreekt dan ook 4 talen vloeiend en sinds 1 jaar ook de taal van de muziek speelt hij piano. Hij gaat voor ons spelen van Joseph Haydn een andante. Veel plezier! We staan hier voor de kerk De Duif tegenover het Amstelveld, waar normaal gesproken de artiesten en de orkesten repeteren voor een optreden op klassiek op het Amstelveld. En vanuit hier presenteren wij graag Julius Hosravani, 8 jaar oud en hij woont in IJsden. Heel veel plezier met het kijken. Hallo, ik ben Julius Hosravani. Ik ben 8 jaar en speel sinds mijn 4e piano. Ik ben blij dat ik ben uitgenodigd voor het open podium, hoewel ik liever live had gespeeld. Mijn lievelingscomponist is Chopin en ik speel ook muziek van Beethoven, Bach, Chopin, Burgmüller, Mozart en vandaag speel ik de Solfeggetto van Bach. Ons volgende artiest is Floris Poppen. Hij is 13 jaar oud en hij woont in Duitsland. Wij kunnen hem oprecht het kind van ons festival noemen. Hij heeft al 5 keer opgetreden en hij schreef naar ons dat hij nergens zich prettiger voelt dan op ons podium. Dat is wel mooi om te horen. Floris speelt voor ons Preludium en Allegro van Fritz Kreisler. Heel veel plezier! Hallo Amsterdam, welkom in het Juliahuis bij Wegstein. Mijn naam is Floris Poppen, ik ben 13 jaar oud. Ik woon nu in Bad Nauheim, maar ik kom uit Hamburg. Dus ook waarom ik een videootje hier opneem in Hamburg, bij Bechstein. Ik heb eigenlijk 2 video's opgestuurd. Het ene waar ik een duet speel met een jongen die cello speelt van de Comedy Academy. En het tweede waar ik dit stukje nu zo speel. En wat ik natuurlijk mis aan dit jaar is natuurlijk het grote podium. En al de mensen die er altijd zijn. En ik hoop dat het volgend jaar door kan gaan. Veel plezier. Thank you.
En dan gaat Floris nu voor ons samenspelen met een toptalent op de cello. Luis Diaz Canali. Ze zitten samen op de muziekopleiding. Ze hebben elkaar daar leren kennen. En Luis is pas 10 jaar oud. Toen hij 4 was, hoorde hij zijn zusje cello spelen. En hoewel hij nog veel te klein was voor het instrument, moest en zou hij op cello les. Dat heeft gewerkt. Geniet van Floris Poppen en Luis Diaz Canali. Thank you.
is het nu tijd voor Rajika Nakanasore. Ze is 12 jaar oud, ze komt uit Almere en ze speelt al haar halve leven piano. Helaas was het voor Rajika niet mogelijk om speciaal voor ons festival een filmpje op te nemen. Maar ze heeft ons een prachtige registratie gestuurd van een van haar optredens. Ze gaat voor ons spelen van Melanie Bober, Midnight Rhapsody. Veel plezier met Rajika Nakanasore. Ons volgende artiest, Alexei Akinfin, is 10 jaar oud. Hij is geboren in Litkarino, een stad in Rusland. In een zeer muzikaal familie. Zijn vader, zijn broer, twee ooms, twee tantes en zijn overgrootvader, allemaal professionele muzici. In zijn mooie introductiefilm vertelt Alexei aan ons dat hij studeert in Moskou bij gerenommeerde pianodocente Tatjana Bogaturova. Geniet van zijn prachtig spel. Здравствуйте, я Акинфин Алексей. Мне 10 лет. Я живу в городе Литкарино, в России. Я учусь в школе искусств имени Балакирева в классе Татьяны Богатуровой. Сейчас я исполню вам маленькую венгерскую рапсодию Карла Келлинга. Thank you.
Zoals jullie kunnen zien, zijn we niet meer op het Amstelveld, maar staan we op de Dam. Want wij zijn namelijk op weg naar de Studio 150 Bethlehemkerk in Amsterdam-Noord. Nog vanavond kunnen jullie genieten van een deel van ons hoofdprogramma via livestream. Maar voor nu gaan we eerst luisteren naar Julia Bogdanova. Ze is 12 jaar oud en ze speelt al de halve leven piano en ze woont sinds 2 jaar in Nederland. Ze gaat voor ons spelen Nocturne nummer 5 van John Field. Onze volgende artieste is Yesumi Meyer. Yesumi woont in Almere en zij is 14 jaar oud. Zij speelt al 7 jaar piano. Vandaag zij speelt voor ons Mozart Sonate Café 311, eerste deel. Veel plezier!
En dan is het nu tijd voor Jacob Jutte, onze eerste echte Amsterdamse artiest. Jacob Jutte gaat voor ons spelen de beroemde prelude van Sergej Rachmaninov in cis mineur en hij kondigt zichzelf aan. Hallo, ik ben Jacob, ik ben 13 jaar oud en ik woon in Amsterdam, heel dichtbij het Amstelveld. En ik heb ook een paar keer al meegedaan aan een klassiek op het Amstelveld. Maar deze keer is een bijzondere keer, want deze keer is het niet in real life, maar is het digitaal. En dat vind ik wel een bijzondere ervaring. Naast piano spelen doe ik ook zingen bij het Nieuw Vocaal Amsterdam. En dat is een Amsterdams kinderkoor. En daar doe ik ook opera. En ik hou ook van acteren. Dat doe ik onder andere in Mees Kees en het Klokhuis. Misschien herkennen jullie dat. En ik doe qua sport zeilen en tennis. En ik wens jullie veel plezier bij het kijken van alle acten en vooral ook bij mij een act.
En dan is het nu tijd voor Olivier Pontus en Annelinde Bataille. Ze zijn 14 en 15 jaar oud, ze komen uit Duivendrecht en ze kondigen zichzelf aan. Hi, ik ben Annelinde, ik ben 15 jaar oud. En ik ben Olivier, ik ben 14 jaar oud en we spelen vanaf ons 7e. Ja, dus voor mij is dat piano. En voor mij is het viool. En nou ja, we hopen dat jullie het ook leuk vinden om naar ons te gaan luisteren. Wij hebben er in ieder geval zin in. Ik vind het erg leuk om samen te spelen. En dan nu, Chic van de Sonata in D-mineur van Veratine. Genieten van een zeer getalenteerde muzikaal duo van twee broers, Alexander en Michail Yashkin-Dashkevich. Beiden zijn geboren in Cyprus, woonden in verschillende landen en nu spelen zij voor ons vanuit Engeland. Het is ongelooflijk hoe veelzijdig hun talenten. Alexander speelt piano, saxofoon en nogmaals, hij is een componist. Michail kan fantastisch zingen, speelt piano, orgel en viool.
Dit was het beroemde Ave Verum van Wolfgang Amadeus Mozart door Performance by Daskevich Brothers, zoals de broertjes officieel heten. En nu gaan we de broers in een hele andere samenstelling zien, namelijk op piano en saxofoon in een eigen compositie van Alexander. Contemporare genoemd. Veel plezier. Alexander Jashkin Daskevich een compositie van zichzelf gaan spelen op piano en het heet And Rain Was Washing Out the Past. En nu gaan wij luisteren naar Michail Jashkin Daskevich, die speelt op een orgel de compositie van zijn broer Alexander, barok miniatuur. Na deze performance gaan wij luisteren naar Michail, die speelt voor ons
Nocturne in S majeur van Frédéric Chopin. Veel plezier. Michael Yashkinashkevich was born in 2007. El Plano organ piece, baroque miniature composed by my brother, Alexander Yashkinashkevich. Na Studio 150 Bethlehemkerk zijn wij gestopt hier bij Centraal Station. En vanuit hier wil ik heel graag onze volgende artiest presenteren, 11-jarige Boris Lipovček. Hij woont in Amsterdam en hij houdt enorm van barok te zingen. Hij heeft voor ons een heel leuk introductiefilmpje gemaakt en ik hoef niet zoveel toe te voegen, behalve dat hij zingt ontzettend mooi. Hoi, ik ben Boris en ik ben 11 jaar oud. Het leukste wat ik vind is zingen. Daarom doe ik aan dit festival mee. Gewoonlijk zing ik bij een koor, namelijk Nieuw Vokaal Amsterdam, het vaste kinderkoor van de Nationale Opera en Ballet. Ik heb al aan heel veel producties meegedaan. Ik noem een paar voorbeelden, namelijk De Jongen die te snel groeide en Pagliacci. Nu zijn we bezig, nu voeren we het eigenlijk al op, namelijk Faust Working Title, de openingseizoen van de Nationale Opera en Ballet. Later wil ik ook heel graag een operazanger worden of een operaregisseur. Verder hou ik heel erg van barokmuziek en daarom zing ik dit stuk van Händel, namelijk Lascia ch'io pianga. No, sure.
We zijn bijna halverwege het programma en inmiddels aangekomen in Amsterdam-Noord. En dan is het hier tijd voor een hele bijzondere muzikale familie. Laurens en Jasperina Verheij. Ze kennen elkaar een hele leven, want ze zijn namelijk broer en zus. En ze spelen al vanaf heel jongs af aan samen. Jasperina op de blokfluit en Laurens op de piano. Jasperina heeft bijna haar bachelor aan het conservatorium in Den Haag afgerond op de blokfluit. En ze begint nu aan haar zangstudie op het conservatorium in Den Haag. Laurens kiest een hele andere weg. Hij gaat bouwkunde studeren in Delft. Maar, niet getreurd, hij blijft de piano zeker trouw. Hier gaan ze voor het eerst samen zingen en spelen voor u. Jasperina en Laurens met A Route to the Sky van Jake Haggins. Dan is het nu tijd voor Nina Broeva en Marianne Hansen. Nina zit inmiddels op het conservatorium in Rotterdam. En volgend jaar hoopt ook Marianne daar aangenomen te worden. Zij gaan voor ons een prachtig lied spelen van Piotr Ilyich Tchaikovsky, A None But the Lonely Hearted. Thank you.
luisteren naar Céline Aksoy, 11-jarige meisje uit Amsterdam. Zij was geboren in Istanbul en woont pas 2 jaar in Nederland. Zij houdt enorm van piano en zij heeft aan ons geschreven dat piano is haar beste vriend. En voor publiek te spelen maakt haar heel gelukkig. Céline speelt voor ons lied onder woorden van Felix Mendelssohn. Opus 53, nummer 3. Veel plezier. En dan gaan we nu luisteren naar Fenna van Geffen uit Duivendrecht op de dwarsfluit. Fenna is 14 jaar, ze speelt al 6 jaar fluit en ze gaat voor ons een prachtig stuk spelen uit Orpheus en Eurydice van Gluck. Maar eerst gaat haar docent Gerda Toorn haar interviewen over haar instrument en haar spel. Hey Fenna, jij speelt dwarsfluit en hoeveel jaar speel je al dwarsfluit? Ik speel al 6 jaar. Al 6 jaar? Ja. En welk instrument speelde je daarvoor? Ik speelde daarvoor blokfluit. Wow. Ja. En hoe kwam je dan op de dwarsfluit? Nou, ik vond het instrument heel mooi om te zien en ook de klank. En ik vond ook meer uitdaging door de klep. Dat ja. Vond ze ook. Oh, ja. Ja. En wat heb je er tot nu toe uitgehaald voor jezelf? De zelfverzekerdheid om gewoon altijd op te treden en vriendschap. Mm-hmm. Doorzettingsvermogen, hoe je moet studeren. En ja, dat. Wauw, ja, ja, goed. En wat motiveert je al die jaren, want je speelt al best wel veel jaren muziek dan en fluit. Wat motiveert je om zo
door te gaan. Ja. Om te blijven oefenen. Ja. De workshops natuurlijk. Oh. En ja, dat vind ik altijd heel leuk. En ook gewoon dat je altijd workshops hebt. Ja. Waardoor je ook moet oefenen. Anders dan gaat het fout daar. Ja. En omdat we natuurlijk groepsles hebben en zij gaan door, wil ik ook mee met de groep. Ja, lopen ze. En waar zijn die workshops? Waar ben je al geweest? In België. Ja. Ja, in Nederland ook. Allemaal kleine plaatsjes in Nederland. Ja. In kerken, grote velden. Ja. Ja. En heb je ook nog wel eens les gehad van iemand anders? Ja, ook. Ook de mensen die dan masterclass gaven, ja. Examens, ja. Daar was ik dan proefpersoon voor. Ja. En ja, ook Duitse mensen, allemaal Engelse mensen, ja. Uit Italië in coronatijd. Natuurlijk van Leon Berendsen, ja. Dit jaar nog, en Marike Schneeman. Ja. Ja, de bof maar. Ja, inderdaad. Nou, ik hoop dat je nog heel veel jaren blijft spelen. Ja, dat hoop ik ook. Dat denk ik wel. Thank you.
En dan gaan we nu luisteren naar een heel dwarsfluit ensemble. Allemaal leerlingen van Gerda Toorn. Ze gaan voor ons een prachtig stuk spelen van Antonio Vivaldi, namelijk een dubbelconcert voor twee fluiten. Graag uw hartelijke aandacht voor Xauxiao Huibers, Sophie Schiarone, Fenna van Geffen en Stanne van Kamp. Eerst gaat de docent nog even met ze interviewen en daarna gaan we van hun prachtige muziek genieten. Nou, hallo allemaal. We gaan even een interview doen voor Klassiek op het Amstelveld. Helemaal links zit Stanne. Stanne, hoe lang speel jij al fluit? 6 jaar. 6 jaar. En Xiao Xiao? 7 jaar. En Fenna? 6 jaar. En Sophie? 7 jaar. En hoe lang spelen jullie al samen? 6 jaar. 6 jaar, ja. En hoe is dat zo gekomen dan? Hoe, Omdat we allemaal een methode deden en toen op een gegeven moment gingen we achter elkaar spelen en uiteindelijk toen kwam het uit om gewoon met z'n tweeën tegelijk te spelen en uiteindelijk kwamen we... We zijn op de plaats gekomen waar vanuit dit jaar Klassiek op het Amstelveld vindt
plaats met livestreams. Dat is namelijk Studio 150 Bethlehemkerk in Amsterdam-Noord. Elke jaar presenteren wij de winnaars van verschillende internationale concours en festivals, waarvan internationale festival Stage for Kids in Hamburg. Wij zijn al jarenlang partners met dit fantastisch festival. Dit jaar presenteren wij 3 winnaars van afgelopen editie 2020. En onze eerste winnaar is Alexander Zoert. Een hele romantische ziel van 11 jaar oud. Hij gaat ons zelf een kleine introductie op zijn zang en op zijn leven geven. Hij houdt namelijk behalve van zingen ook erg van treinen. Veel plezier met Alexander Zoert. Hello everyone. Hello Amsterdam. My name is Alexander Zoert. I'm from Germany and I'm 11 years old. First of all, I would like to thank Mrs. Shevchuk for the invitation on this festival of classical music. It's a rich honor to me and I'm very excited. The craving for classical music and classical singing arose 2.5 years ago. Classical music has a transforming power that penetrates to the depths of the soul, has a rich harmony and fields of meaning. My favorite opera singers are Luciano Pavarotti from Italy, Dietrich Fischer-Dieskau and Peter Schreier from Germany, and the Russian opera singer Dmitry Khvorostovsky. My dream is to sing on a big stage with a symphony orchestra. Besides music, I very much like railroads. Traveling by trains is very romantic to me. I have a small collection of model trains from my grandfather and from my dad. Many thanks to all of you. Enjoy the festival. Enjoy yourselves. Oh,
Van het internationale festival Stage for Kids is 12-jarige Anastasia Solovjova. Zij woont in Kiev en zij is de leerling van Margarita Pachomova. Vanaf 2015 Anastasia woont heel veel internationale prijzen. En in 2018 zij is door Oekraïne geroepen tot wonderkind van het jaar. Anastasia speelt voor ons Wals in E-mineur van Frédéric Chopin. Greetings, my name is Anastasia Solovyova and I will perform Chopin's Waltz from Ukraine Kiev Bechstein Piano Salon, specially for Amsterdam Classic Music Festival. Thank you.
Onze volgende winnaar is Bogdan Shemetov. Hij is 12 jaar oud en hij komt uit Kharkov, Oekraïne. Bogdan kan fantastisch piano spelen, maar hij heeft nog een talent. Hij is namelijk een geniaal wiskundige. Zijn wiskundedocenten die smeken hem om wiskunde te gaan studeren, maar zijn muziekdocenten die smeken hem om muziek te studeren. Bogdan gaat voor ons de prachtige sonate nummer 10 van Wolfgang Amadeus Mozart spelen. En als u hoort hoe mooi hij dat doet, dan laten we maar hopen dat hij muziek gaat studeren. Veel plezier met Bogdan. Hallo Amsterdam. Hallo Amsterdam World. My name is Bogdan Shemetov and I'm 12 years old. I'm from Kharkov, Ukraine. I study in the 8th grade of the Rimsky-Korsakov Children's Music School number 5 in Alla Dialects class. I'm glad to take part in the Amsterdam festivals at this site. I hope to participate next year on the real stage, thanks to the organizers of the festivals. I wish all the participants good luck and good emotion from the festivals. See you at new events. The recording was made special for Amsterdam World Festival. Thank you.
sta nu in de Bethlehemkerk, waar bijna dagelijks wordt live gestreamd. Wij gaan nu luisteren naar 5 geweldige jonge pianisten. Allemaal leerlingen van beroemde pianopedagoog Irina Mins in Friedburg, Duitsland. Irina Mins is niet alleen geweldige pianodocente, maar ook, zij heeft haar eigen pianomethode Hello Piano ontwikkeld. Die wordt zeer gewaardeerd wereldwijd. Haar leerlingen spelen en winnen zeer prestigieuze concours wereldwijd en ook optreden op prachtige, beroemde podia. Irina Mins heeft voor ons een heel leuk introductiefilm gemaakt waar zij zelf presenteert haar eigen leerlingen. Heel veel plezier. Ik begrüße ganz herzlich die Organisatoren und Teilnehmer des Festivals Klassik op het Amstelveld. Mein Name ist Irina Mins. Ich bin Konzertpianistin, Autorin, Musikpädagogin und Direktorin auf der Musikschule Mins in Friedberg, Germany. Vor ein paar Jahren konnte ich mit meiner Schülerin Julia Meierding diesen Festival schon genossen. Und ich kann sagen, das Festival Klassik op het Amstelveld ist ein Zeichen, ein Begriff von höchster Qualität, von höchster Professionalität und beste Organisation. Für mich, das ist wirklich ein von den besten Festivals, was ich in ganzer Welt gesehen hatte. Und natürlich, ich möchte so gerne meine Schüler jetzt vorstellen, die dieses Jahr auch ein Glück haben, bei dem Festival teilzunehmen. Lehrerinnen, ganz, ganz tolle junge Pianistin, sie ist 15 Jahre alt. Du bist eine Bundespreisträgerin. Du hast ganz tolle Wettbewerbe, sogar interkontinentale Wettbewerbe gewonnen. Du hast in New York gespielt, du hast in der Türkei gespielt. Sag mir bitte, um dieses Niveau zu halten und zu haben, man muss sehr, sehr viel arbeiten und sehr viel üben. Und was motiviert dich? Also einmal ist es so, dass mir das Klavierspielen an sich ja sehr viel Spaß macht. Und ich finde es eben sehr faszinierend, dass jedes einzelne Stück eine andere Geschichte erzählt. Und je mehr man eben übt und diese Geschichte versteht, desto besser kann man die Emotionen und Gefühle rüberbringen und sie auch andere Menschen quasi fühlen lassen. Meine süße Saya, sie ist Preisträgerin von mehreren Wettbewerben, auch mehrere Grand Prix in Europa. Und ich möchte dich fragen, was hast du hier mitgebracht? Das ist ein Karategürtel, das ist Junior-Dan, Schwarz-Gelb-Gurt, den bekommt man nur ein einziges Mal im Leben. Und da ist noch der Schwarz-Weiß-Gurt, dann noch der Braun-Gurt, Rot-Gurt, Grün-Gurt, Blau-Gurt, Lila-Gurt, Orange-Gurt, Weiß-Gelb-Gurt und Weiß-Gurt. Und das alles hast du schon bekommen? Ja. Okay. Karate hilft mir, mich besser zu konzentrieren und dass ich noch mehr Kräfte ausgeben kann. Das ist der Min Han. Der spielt nicht so lange Klavier, so circa 2 Jahre, und hat schon erste große Erfolge, auch internationale Erfolge. Und du hast etwas ganz Tolles zu Hause. Ja, seit kurzer Zeit, du hast einen Flügel bekommen. Kannst du uns erzählen, wie hat diese Flügel dein Leben geändert? Also es macht viel mehr Spaß, mit dem Flügel zu spielen und zu üben. Also ja, so. Und es hat auch einen besseren Klang. Ja. Als ein ganz normales Klavier. Also man kann sagen, dass diese Flügel hat dich beflügelt. Mhm. Ja? Ja. Also dann, ich wünsche dir ganz, ganz tolle Flug, ganz lange und ganz erfolgreiche Flug. Meine süße Leona, du spielst auch nicht so lange Klavier, aber du hast schon wirklich sehr viele Erfahrungen gesammelt. Würdest du uns erzählen über deine Erfahrungen? Ja, ich hatte dieses Jahr bei Jugend musiziert die Höchstpunktzahl und Weiterleitung zum Landeswettbewerb. Ich wurde auch eingeladen in London zu einem Wettbewerb. Das wäre der erste internationale Wettbewerb außerhalb von Deutschland.
doch die wurden beide leider wegen Corona abgesagt. Und was haben wir gemacht dann? Wir hatten einige Online-Wettbewerbe und die waren auch mit Erfolgen. Gut. Und sag mir, was dir gefällt besser? Online-Wettbewerb oder live? Mir gefällt live besser, weil es ein schöneres Gefühl ist mit Publikum und Applaus. Und wenn man denn den letzten Ton spielt, ist es eine Erleichterung, wenn man nicht mehr verfolgen kann und so. Okay, dann wünschen dir auch viel, viel, viel Applaus in deinem Leben. Und das ist meine Schülerin Xenia Jentschuk. Sie ist 12 Jahre alt und sie hat schon in ihrem Leben sehr, sehr, sehr viel erlebt und gespielt in mehreren Saalen und bei mehreren Ländern. Ich möchte dich fragen, was war Interessantestes für dich? Das Interessanteste war, dass ich mit dem Orchester gespielt habe. Mein erster Auftritt war in Carnegie Hall in New York. Wow. Mein zweiter Auftritt war in London. Und mein drittes in Moskau. Da habe ich jedes Mal ein Konzert von Alexander Piskanow gespielt, denn ich liebe seine Musik. Und es hat mir sehr viel Spaß und Freude gemacht, mit dem Orchester zu spielen. Heute spielst du aber Solo. Liebe Grüße aus Deutschland nach Holland! De eerste leerling van Irina Mins is Xenia Jentschuk. Zij is 12 jaar oud en speelt piano al vanaf haar vijfde. Xenia speelt voor ons Andante van Johannes Sebastian Bach en Toccata Prelude van Pavel Zakharov. Thank you.
gaan door met Lea Sophie Roerenbeck. Zij is 15 jaar oud en zij speelt voor ons Etude de Concerto, opus 149 in A majeur van Godard. Thank you.
Het leuke is dat je elk jaar wel deelnemers ziet die hetzelfde stuk spelen. En dit jaar is dat ook weer zo. En dan gaat het natuurlijk niet om wie het beter speelt dan de ander. Maar het leuke is dat je juist de artiest zijn eigenheid terughoort in de manier waarop hij het stuk speelt. En dat is ook bij het volgende stuk zo van Midnight Rhapsody. Ja, Zaja Glowacki speelt voor ons Melody Bobber Midnight Rhapsody. Words van Bernstein en Johann Sebastian Bach, burlesque uit partite nummer 3 in A mineur. Thank you.
Leona Karpel is 11 jaar oud. Zij speelt voor ons Adagio in E mineur van Fioco, The Dance of Jolster van Edward Grieg en Nigrimovsky Butterfly 3. Thank you.
Ons volgende jonge artiest is Ming Kang Nguyen. Hij is 8 jaar oud en hij speelt pas 2 jaar piano. Hij gaat voor ons levende componisten spelen, namelijk Oksana Kroet en Timothy Brown. Het stuk van Oksana Kroet gaat over het ridderleven en dat zal je horen. Hij speelt voor ons namelijk de dappere ridder, de vuurspugende draak waarin je ook de huilende prinses kan horen en het oude slot. Van Timothy Brown speelt hij Scherzino. Veel plezier! Thank you.
nu gaan wij door met 5 laureaten van Internationaal Muziek Piano Festival Concours Chestnut Piano in Kiev. Chestnut Piano is net zo oud zoals ons festival, 8 jaar oud. Helaas, dit jaar hun festival kon niet doorgaan, maar de laureaten van vorige editie mogen nu voor ons publiek optreden. Wij verwelkomen nu 11-jarige Amelia Ploschko, die speelt voor ons etude nummer 6 in D mineur van Hamelin. Onze volgende laureaat is Angelina Mitriano. Zij is 12 jaar oud en ze speelt voor ons sonate van Domenico Scarlatti in D majeur en etude opus 25 in F mineur van Frédéric Chopin. Thank you.
Christina Avalian is 11 jaar oud en ze komt uit Kiev, Oekraïne. Zij gaat uit Prokofjev's Assepoester voor ons twee stukken spelen, de Wintervee en de Lentevee. Thank you.
Ирина Понимаш, 14 jaar oud en komt uit Черкасы, Украина. Zij speelt voor ons Куранте van Украинse componist Косенко. Ilarion Intelligator is 16 jaar en hij komt ook uit Oekraïne. Hij gaat voor ons spelen van Sergei Prokofiev, Obsession. Thank you.
Jarenlang heeft Klassiek op het Amstelveld een prachtige samenwerking met de excellenceafdeling van Muziekschool Amsterdam. En onze laatste 6 deelnemers zijn dan ook van deze afdeling. We beginnen met 12-jarige violist Milo Welling. Hij speelt voor ons Allemande uit partite nummer 2 van Johann Sebastian Bach. Thank you.
13-jarige Claudia Garcia speelt voor ons Kleine Studie uit de album Voor de Jeugd van Robert Schumann, opus 68. En nu speelt Claudio nog voor ons de Dans a Cala Matianos in het arrangement van Gilbert de Benedetti. Twee zeer muzikale zusjes, Cecilia en Delphine Palumbo, 15 en 13 jaar oud, spelen voor ons op altviool en piano. Zij gaan voor ons spelen het eerste en tweede deel uit de sonate in E mineur van Benedetto Marcello. Thank you.
Charlotte Brody zal voor sommigen van jullie een bekende zijn, want ze stond al vaker met haar harp op ons podium. Ze gaat voor ons spelen van François-Joseph Naderman, sonatine nummer 2. Wij zijn aangekomen bij allerlaatste deelnemer van Op een Podium Klassiek op het Amstelveld 2020, Madeline El Aissati. Zij speelt voor ons Romans opus 28 van Robert Schumann. Heel veel plezier.
Lieve mensen, heel veel dank voor jullie aandacht. Wat fantastisch dat dit jaar konden wij aan zoveel jonge talenten podium en publiek bieden. Wij hopen van harte dat volgende jaar kunnen we elkaar weer zien op het Amstelveld in het centrum van Amsterdam. En vanavond om 7 uur, check dan vooral in voor de laatste livestream van het hoofdprogramma van Klassiek op het Amstelveld. En wij zeggen tot volgend jaar op het Amstelveld.